Diezelfde rubberen matjes hebben we ook super dun met een print erop. Ja, dat houdt niet dat op. Dat zijn de hartjes. Ja. Ik weet nog niet meer zeker wat die kost. 12. Deze zijn 39 euro. Die staan in de Pro Elite matten. Ja, je moet eigenlijk even kijken, moet niet gemak kijken, in de categorie accessoires en dan close-up matjes. Daar staan precies al andere. Deze matten bij elkaar. Dus makkelijk heb je een overzicht van alles. Ze hebben allemaal verschillende namen. Deze zijn ook heel dun op te rollen. Afwasbaar. En ze hebben een beetje een glanslaagje erop. Ze zijn dus niet zo chic, zeg maar. Ze zijn gladder. Dit is echt, ik kan het niet echt voordoen, maar het is, geef nog eens die andere matten. Ja. Het slaat niet ergens op. Nee, die bedrukte. Kijk, deze mat, ik denk als je het op elkaar legt, andersom. Zie je, ze zijn ook echt glad. Kijk, als je met de rubberen kant op elkaar legt, dan houdt het op. Dan is het, zie je, kun je het niet meer schrijven bijna. Maar ze zijn echt glad. Nou ja, dan komen we meteen bij deze aan. Bicycle print. Bicycle print. Is ook weer een andere prijs, toch? Nee, ook zelf, 39 euro. Nou ja. En dan hebben we ook in de blauw. 39 euro. En ze zijn allemaal ook kwalitatief goede mat, echt heel dun. Dus goede kwaliteit. Op te rollen. Je kunt nog een color change doen als je wel eens twee bestelt. Hoor je die zo happen dan? Ja, dat kan. 39 euro.